Oké, dan gaan we in 3, 2, 1. Hoe ver zou jij gaan voor de iPhone X? Ligt eraan. Helemaal nieuw? In het doosje nog? Ja. Voel maar even. Ja, veel, maar geen rare dingen. Veel, maar geen rare dingen. Oké, want we houden een soort lijstje bij. Dit meen ik serieus. We zijn een dagje op pad in Utrecht. We gaan kijken van, joh, een beetje wie het hoogst biedt, die krijgt hem. Dus hoe ver zou jij nou gaan om hem te krijgen? Ja, ik kom maar met een voorbeeld. Ligt eraan. Heb ik een voorbeeld? Nou, er was net iemand die gewoon de gracht in zwom. Die ging zwemmen door de grachten. Een man. Oké. Okay. Italiaanse man. Ja, op zich zou ik dat ook wel doen. Voor een iPhone X wel. Ja. Meen je dat? Ja. Ja. Oké. Dan hebben we hier een kandidaat, denk ik. Dit is een potentiële winnaar dan. Maar hij deed het in zijn boxer en in zijn tanktop. Ik moet het erger doen. Ja, ik weet niet of jij een boxer en een tanktop aan hebt. Nee, wel ondergoed. Gewoon ondergoed. Ja, dat zou ik wel doen, maar meer niet. Hoe heet je eigenlijk? Kimberly. Kimberly. En waar kom je vandaan? Houten, vlakbij Utrecht. Oké, okay, hoe oud ben je? 21. Oké, okay, ja, dat was eventjes gewoon, dan weten we een beetje met wie we te maken hebben. Hè? Ja. Dat wordt dan omkleden, denk ik. Nou ja, uitkleden. Ja, helaas wel. Okay. Kimberly is zich nu aan het uitkleden. Die gaat zo meteen volgens mij echt zwemmen in de grachten. Wat de Italiaanse vriend van ons ook al deed. Gabriel, die ging ook al de gracht in hier. Kijk, zij gaat het wel doen in lingerie, heb ik het idee. En Gabriel had nog een tanktop aan. Kijk, daar gaat de panty. Oké, ja. Jongens, ik heb echt het idee dat ze het gaat doen, man. Lieve schat, ja. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, heb je het koud? Ja. Oh, je bent heel koud, inderdaad. Ja, wacht. Oké, ik heb heel veel respect voor je. Ja. Er is net even wat juryberaad geweest met Tim en Bren. We hebben hier namelijk al een Italiaanse gozer gehad die dus ook zwom. Ja. Ook een soort van in zijn ondergoed. Hij had een tanktop aan, jij bent al iets bloter. Ja. Die ging alleen tot daar. Die ging aan de overkant eruit. Oh. Dus, de jury heeft besloten, op het moment dat jij heen en weer zwemt, win je de iPhone. Gegarandeerd, hij is voor jou. Ja, deal. Deal? Ja. Je bent een held. Oké, Kimberly. Ja, mag die? Wordt het een bommetje of wat wordt het? Een voorzichtig sprongetje. Voorzichtig sprongetje? Ja. Er zijn nu ineens eenden. Ja, dat mag. Oké, dan gaan we in 3, 2, 1. Oh ja! Ja, Kimberly. Oh meid. Oh, wat is dit koud, lieve schat. Oh. Ja, goed Kimberly. Heen en weer, dan win je. De iPhone is voor jou. Kijk aan. Kijk aan. Kom hem halen. Oh, schat. Oh, wacht. Oh, wat heb je het koud. Oh, hoe komt ze eruit? Oh, oh. Kom, Kimberly. Oh. Ben je er? Oké. Oh, het is koud, hè? Oh, God. Je deed heel goed. Ik heb wel een iPhone. Je hebt gewonnen. 100%. Dankjewel. Alsjeblieft. Je hebt gewonnen. Hoe blij ben je? Heel blij. Ja? Ja, die had ik echt nodig. Ja.